Yo mensen, welkom bij weer een gloednieuwe video hier op Groen Power Gaming. Vandaag is het tijd voor het tweede team van de Road to the Knockouts, dus let's go! Ja, en we gaan als eerste kijken of de nieuwe spelers al beschikbaar zijn. Nee, nog niet. Dan gaan we daar later naar kijken. Gaan we eerst natuurlijk... Oké, Frenkie de Jong, Royce. Kunnen we nog meer zien? Oh, we gaan eens even objecten bekijken. Er waren dus al wat leaks. Dat vond ik wel jammer. André is er nog. Is er dan geen nieuwe? We gaan waarschijnlijk even wachten. Er is wel een nieuwe SBC. Een hele goede SBC zag ik ook. Bij Live... Bernardo Silva. Deze man heeft zulke fijne dribbeling. Dat is insane die dribbeling. Alleen zijn shooting en zijn snelheid. Dat is gewoon shit. Dit is echt een hele goede kaart. Drista Weakwood is niet heel goed. 4 squads moet je hiervoor inleveren. Een 82, een 83, 84 en een 85. Valt me nog mee. Valt me nog mee voor een Premier League speler. Maar goed, deze is natuurlijk veel beter, Fekir. Want die heeft veel betere shooting en veel betere pace. Er was al een leak op Instagram en Twitter. Ja. Cruiser. Wat ik nou heel jammer vind is dat we geen Conference League kaart hebben van een Nederlandse club. Want we hebben bijvoorbeeld Feyenoord en AZ in de Conference League. Maar dan krijgen we in plaats van een speler van Feyenoord, bijvoorbeeld een Sinisterra. Het is dat ik voor Feyenoord ben, maar Sinisterra zou een populairdere kaart zijn geweest dan deze Cruiser. Maar goed, deze gaat niemand gebruiken, want hij heeft echt een vreselijk slechte pace. 3 wedstrijden, squad battles, een geplaatst schot, 5 assists met een voorzet. In 4 verschillende wedstrijden een doelpunt met een volley met een Duitse middenvelder. En 10 wedstrijden. Nou, het is er niet waard, want Union Berlin gaat denk ik ook niet door. Maar goed, deze is gewoon pure SBC fodder, dat weet je natuurlijk. Hoe lang heb je de tijd eigenlijk voor Kroeten? Ook maar 4 dagen de tijd voor, oké. Okay. 40-40 is wel goed. Shooting is wel redelijk. Paas ook wel, dribbling misschien ook wel. Het is echt puur zijn pace dat die hem onbruikbaar maakt. Maar goed, helaas. Daar ben ik wel even benieuwd. Kunnen wij dat team... Nee, niet in de packs. Want we gaan geen packs openen. Maar kunnen we dat team ook vinden? Het tweede team. Zo jammer dat er al verschillende leaks al waren. Van het tweede team, vond ik wel jammer. We gaan eens even kijken. Frenkie de Jong, nou goede kaart, maar zal niet, denk ik niet geüpgrade worden. Royce, die heeft echt een geweldige pace upgrade gekregen. 87, oké. Okay. En we hebben dus ook Timo Werner. Er ging al geruchten dat hij, want er kwam in de laadscherm een Duitse speler met 87 shooting. Dat is dus uiteindelijk Royce geworden. Veel mensen dachten dat dat Werner zou zijn, maar Royce heeft wel een goede kaart. Goede pace upgrade heeft hij. Fred. Voor de United fans. Insane goede dribbeling trouwens. Zo. Wie hebben we nog meer? Lucas Verismos. Het is echt zo'n persoon waar niemand wat mee gaat doen. Maar het valt me op 1... 2, 3. Oh, Navas ook. Oké, goede rechtsback wel is dit. Goed snel. Zullen we dan meer Europa League kaarten hebben? Ben ik dan wel benieuwd. Hè? Yuri Tielemans. Tapsoba, die gaat heel duur worden, want die heeft hele goede pace namelijk. Amavi, ook een speler met terugkerende special cards. En Diatta ook.
Oké. Geweldige lenigheid, goede pace. Wel een redelijk kaartje. En voor de Conference League hebben wij... Ah, dat is jammer. El Shaarawy. In het laatste scherm stond een linksbuiten met 84 dribbelen. En Sinisterra hebben we weer. Is ook linksbuiten natuurlijk. En heeft ook met een upgrade ook 84 dribbeling. Dus ik had een beetje gehoopt dat dat hem zou worden. Maar het is El Shaarawy geworden. Roma heeft 6-1 verloren gisteren. Dus ik weet niet echt of dat een hele goede... Of deze gaat upgraden, weet ik niet. Maar wel een leuk spelletje. Laat zeker even achter wat jij van dit tweede team vindt. Ik vind het echt heel jammer dat er geen Nederlands of geen Eredivisie club zo'n kaart heeft gekregen. Want bijvoorbeeld Feyenoord en AZ doen het heel goed. Staan bovenaan volgens mij in de groep. Maar goed, helaas. Laat achter wat jij van het tweede team vindt. Laat zeker ook even achter wat jij van de SBC vindt van Bernardo Silva. Ik denk dat dat best wel een redelijke prijs is voor een Premier League cam. Maar laat even achter wat je ervan vindt. Doe het duimpje omhoog. Vergeet natuurlijk niet om te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En hopelijk zie ik jullie dan. Of morgen of een andere keer. Want morgenavond komt er weer een video online. En er gaat een livestream aankomen. Dus als je dat niet wil missen, abonneren. En hopelijk tot morgen.